Turkije botst steeds vaker met het Westen. Denk aan de duizenden arrestaties sinds de mislukte coup-poging vorig jaar. Onze premier raakte in een diplomatieke rel nadat hij een Turkse diplomaat had uitgezet die hier campagne wilde voeren. En president Erdogan had Turkse Duitsers opgeroepen om tegen Angela Merkel te stemmen. Wat is er aan de hand in Turkije? En waarom botst het steeds vaker met het Westen? Om dat te begrijpen moeten we terug naar het verre verleden. De Turken, afkomstig uit Centraal-Azië, migreerden naar Anatolië, waar zij in een duizend jaar lange geschiedenis een machtig rijk stichtten. Op het hoogtepunt reikte het Ottomaanse Rijk diep in Europa, Afrika en Azië. Van Jemen tot Algerije en van Malta tot aan de poorten van Wenen. Sinds de industriële revolutie kwam het echter achter te liggen op het Westen en kreeg het de bijnaam de zieke man van Europa. Na verlies in de Eerste Wereldoorlog trok Atatürk een streep door het Turkse verleden. Traditionele klederdracht, de sultan, het Arabisch schrift en zelfs de hoofdstad moesten plaatsmaken voor een ander westers Turkije. Heel de 20e eeuw worstelden Turken met deze nieuwe identiteit. Maar in de 21e eeuw is er iets veranderd. Turkije is onder leiding van Erdogan een sterker en welvarender land geworden. En het wil niet meer onderdoen voor het Westen. Turken kijken met trots naar hun verre verleden. Veel Turken verlangen terug naar de glorie van de Ottomaanse tijd. Aanhangers van het neo-Ottomanisme willen zelfs weer een wereldrijk stichten. In de Balkan worden de banden met Bosnië en Albanië versterkt. In Centraal-Azië met Turkse volkeren in Kazachstan, Azerbeidzjan en Kirgizië, waar Turkije net een grote moskee heeft geopend. Turkije steunt Qatar in het conflict met Saoedi-Arabië en stuurt militairen naar een legerbasis in Somalië. Turkse bedrijven bouwen in Irak en besturen cruise terminals door de hele Middellandse Zee. Naast dit harde beleid heeft de Ottomaanse revival ook een zachte kant in de populaire media. De film 1453 en de soap Magnificent Century spelen zich af aan het hof van het Ottomaanse Rijk. De soap is immens populair en wordt bekeken van Egypte tot Bosnië. Een krachtig staaltje Turkse soft power. Hoe dan ook is er iets ontwaakt in Turkije en wil het land af van haar minderwaardigheidscomplex. Turkije is weer een land om serieus rekening mee te houden. En dat zullen we in het Westen vaker merken.